Ik heb het Lymphia Digital genoemd. Het verhaal wat er een beetje achter speelt is gebaseerd op een tekst van Immanuel Kant, Zum ewigen Frieden, waarin hij uitgaat van de mens is van nature slecht, is van nature egoïstisch. Dus we hebben regels nodig en die regels moeten rationeel zijn. En hoe rationeler die zijn, hoe beter. Hoe beter dat ze door iedereen verstaan kunnen worden. En hij noemt dat een tegenstelling, het antagonisme. Dus zo is dat in muziek een beetje ook zo. Je hebt een soort vrijheid, maar je hebt ook regels nodig om alles in een zekere verhouding te brengen. Het is het zoeken naar dat evenwicht tussen die dingen. Ik ben dat stuk een jaar geleden beginnen schrijven. En natuurlijk, hoe dichter het bij de première kwam, hoe actueler het stuk geworden is. Want uiteindelijk gezien wat er nu in Oekraïne gebeurt, zijn krak dezelfde vragen die zich toen stelden. En Zum ewigen Frieden van Kant wordt nog altijd gebruikt als een belangrijk werk om hoe wij als mens naar die eeuwige vrede moeten kunnen evolueren.